onze mystery guests voor de top 500 van de 90's zijn Kurt Rogiers en Greet Roefvaart. Goedemorgen. Oh my god, spannend. Ja, ja. Ik had zoveel stress, maar we gaan het toch vinden. Maar we hebben het uiteindelijk gevonden. Ja, Snijers en dokter Nelly uit Wiedekerk, ja, die waren niet het meest voor de hand liggende koppel, nee, zeg klopt, maar. Nee, klopt. Maar Kurt, voor jou is hier gewoon thuiskomen toch even. Het was heel lang geleden, maar ik vind het wel fijn, ja, om hier nog eens in de studio te staan. En, ja, en ik vond het ook wel heel leuk. Er kwamen al direct berichtjes binnen van Wendy en Aline. Greet ziet er geweldig uit. Wat ziet Greet er schitterend uit? Dus al meteen... Merci. Zeg maar Kurt, voor jou de jaren 90 begin natuurlijk. Hè, was eigenlijk Snijers jouw eerste grote rol? Ja, de jaren 90 voor mij was Conservatorium Gent. Heb ik 4 jaar gestudeerd. Ik was net afgestudeerd toen Philippe Lepé, dat was een regisseur van Wittekerke, die kwam naar mijn eindexamen kijken. En die heeft me dan uitgenodigd voor de audities van Snijers. Dat was echt... mijn pedagogisch diploma deed ik nog, terwijl ik al op de set van Wittekerke. Dat is echt van school geplukt eigenlijk. Zo. Absoluut. Ja, en had je toen ook al die wilde blonde krullen? Nee, die zijn er pas bij Costa bijgekomen. In de beginjaren was het nog donkerder. En dan moest ik zo naar Salau. En daar ging dan van alles in mijn haar. En dan werd ik ineens een blonde snijder. Nu ben je nog een grijze god eigenlijk. Hè? En Greet een grijze godin dan. Greet, je ziet er schitterend uit. Maar het is inderdaad... de laatste keer dat ik denk ik van jou in de media heb gehoord, is een paar weken geleden. En dan was er een heel gedoe rond het feit dat je een pruik had. Al die jaren werd er geschreven. En dat je nu ineens pruikvrij terug voor de dag kwam. Want je bent heerlijk fris en kort geknipt nu. Ja. Ik heb het ook gelezen. 20 jaar een pruik... ingenaaide pruik. Ik weet begot niet waar ze het vandaan hadden. Dat is niet waar. Is gewoon... Nee, ik heb gewoon 4 maanden een pruik gedragen om mijn uitgroei te verstoppen. Ja, ik speelde theater en ik kon mijn haar niet kort laten knippen. Dus... La vie d'artiste. En ik werkte dat zo'n beetje bij met een spuitbusje en wat poeder en zo. Op de tijdens de voorstellingen. Ja, dus de media hebben daar dan een verhaal van 20 jaar een pruik van gemaakt. Terwijl je hoe lang de pruik hebt gedragen? Amper 4 maanden. Dus gewoon om de overgang een beetje gemakkelijker te laten verlopen. Nu, ik snap natuurlijk wel waar het vandaan komt. Iedereen denkt natuurlijk ook eind jaren 90 toen je dat ongeval hebt gehad, met de brandwoorden die je hebt opgelopen tijdens Wittekerke. Dus ik vermoed dat daar wel de link zal zijn ontstaan. Ik las ook ingenaaide pruik. Ik weet ook niet hoe ze dat dan doen, maar ik heb 2 kale plekken door het ongeval, maar mijn haar groeit daarover, dus ik heb daar nooit een pruik. Ja, ik heb ooit extensions gehad die ingenaaid waren op een vlechtje, maar nee, een pruik, nee. Ingenaaide pruik, ik vind dat ook iets kinky klinken eigenlijk. Ben ik nu de enige? Ja, je bent de enige, Kurt. Ja. Heb jij ooit rare dingen met je haar gedaan in de 90's dan? Toch geen ingenaaide pruik, nee. Zeg, en, we zijn nu meer dan 20 jaar later. Hoe gaat het nu met jullie, Kurt? Jij bent uiteraard, jij bent nooit verdwenen. Hè? We hebben jou heel de tijd gezien. Hè? Ja, ik ben nu volop nog altijd met mijn familie bezig. En in het najaar staat er weer iets anders op het plan. Ik denk dat we nog alle twee redelijk actief zijn. Iets meer op theater, denk ik, Greet, maar voor de rest... Ja, ik vooral theater. Ik heb nog Aspen gedaan en een gastrol in Danny Lewinsky en een aantal andere dingen. Maar ik ben nu vooral theater aan het doen. Ik herinner me toen, dat komt altijd zo, telkens als we een mystery guest hebben hier ineens, dan valt het mij van alles binnen. Max, de film Max. God, daar heb ik ook zo in de cinema. Dat is een van de eerste cinema-ervaringen, denk ik, ooit geweest. Met Jacques Vermeire in de hoofdrol. Met ons moeder naar gaan kijken. 93. Ja. 93. Dus daarom jullie vroegen, zijn jullie bekend van een film? Ja. En dan moesten we, snel de verwarring. Costa was natuurlijk, maar dat was al 2000 zeker. Dat was 2000, maar opgenomen in 1999. Ah, nog net. Ik heb onlangs nog met Jacques gedraaid. Voor K3, de rollerdisco. Zit jij daar ook in, Greet? Ja, gastrol. Ja. Ah, leuk. Ja. En welke rol speel je daar? Ik speel Jacques zijn date. Maar geen kindjes van komen. Dus eigenlijk terug een beetje Max, maar dan 25 jaar later. Ja. Zeg, en hoe, Kurt, de 90's voor jou, hoe kan je die samenvatten? Was het voor jou een heel fijne periode? Veel liefde. Laat ik het zo samenvatten. Hoe gevogeld. Dat er niet... Zo wou ik het niet zeggen, maar... Bij ons gebeurde er echt niks. Hè? Nee, niet tussen ons. Nee, tussen ons. Op de set. Oké. Prachtige samenvatting van de jaren 90 door Greet Roefvaart en door Kurt Rogiers. Ongelooflijk bedankt om er hierbij te zijn.